Roll another one, cause I'm winning in my photo. Yo kijkers en welkom terug bij een nieuwe Need for Speed. Ik sta nog weer bij dit punt. Ik ben hier gewoon opgehouden de vorige aflevering. En ik ga nou direct door. Dus ik pak de map erbij. En er was iets aan de hand bij de garage. En dat is hier. Meet Amy at the garage. Laten we dat doen. Surprise. No. Travis, you stole Nakai-san's car? You said you wanted balance, flawless bodywork? Here it is. You stole his car! Hey, I am no thief. After he saw your work, Nakai hit me up. He's curious, and I think I can convince him to come over. But before he does, you need to experience his master build. Gotta study the painting before you meet the painter. Yeah, that's right. You take Nakai's ride for a drive and find out what all the fuss is about. Never said you actually knew him, Travis. Nakai, Obama, the Dalai Lama. You did good, guys. But this is the next level. Until you've handled a master build, you'll always be an apprentice. Go on. Take it and learn. Be first, man. I'll see you out there, okay? You gotta be quicker than that. Oké, holy shit, we hebben dus Nakai-san's Porsche, maar ik denk toch dat Travis hem gewoon gestolen heeft als de tering. Ik weet niet, hij klonk nou niet echt bepaald overtuigend of zo. Een telefoontje. Hey, so come on, man. I want to see what Nakai-san's car can do. Roll up there and get out here. Oh, ik moet die Porsche gaan besturen. Hey, maar ik heb 250.000. Ik kan alles kopen nu. Sick. Maar ik wil eigenlijk een kleinere driftwagen. Een kleinere dan de BMW. Want die BMW is zo huge, man. Huge ass ding. Maar goed, ik weet niet welke. Ik weet niet wat ik moet halen. Ik weet echt niet wat ik moet halen. Goed, Spike wacht ook al een tijdje met wat snelheidsdingetjes. Dus ik pak even de Skyline erbij. En dan gaan we de map checken. Want we krijgen er ook weer flink wat geld voor, hoor. Race to the finish over multiple lap. First across the finish line wins. Laten we dat eventjes gaan doen. En laten we achter wat van auto ik moet halen. Of moet ik dan eerst weer even de lijst laten checken? Laat ik dat even doen. Of nou, ik weet niet. Ik kan je wel altijd dingen betrekken, maar ik krijg altijd verschillende auto's. Ik ga denk ik gewoon even een keuze maken. Ik wou deze wel eigenlijk altijd hebben. De enige supercar die ik wil. Ik weet niet, ik vind deze gewoon mooi. Deze Lamborghini Aventador, I don't know. Maar ik vind deze gewoon echt strak. Maar is dit meer een driftauto of een raceauto? Ik denk dat we zo'n supercar, als we er ooit in halen, dat we er gewoon in moeten racen. En dan wil ik die. En die kan ik dus al halen. Maar ik moet eerst eigenlijk gewoon nog een andere driftauto doen. Want dat wil ik gewoon. En dan neem ik de Keuzes. Ik ga denk voor de Viper. Laten we die gaan bouwen. Zal ik die gaan bouwen nu? Of zou ik eerst gaan racen en of record bouwen? Of de God, ik kom niet uit mijn woorden. Of ik kom er echt niet uit. Ik maak al een keuze buiten opnames om welke auto ik nog ga ombouwen tot een driftauto. Laten we nou maar gewoon gaan racen met dingetje, met Spike. The rockstar has arrived. Oké, daar gaan we. Rijdt Spike überhaupt? Ja, hij rijdt daar, tweede plek. Nou, let's go. Circuit race. 2 rondes. En ik wil winnen. Tuurlijk wil ik winnen. Aan de kant, bitch.
Oscar move. Ik wou eigenlijk, het was niet de bedoeling om het in een botsautoverstijging te gaan veranderen hoor. Het gebeurde gewoon toevallig. Ik heb nog geen Nitro gebruikt en ik race al lekker vooraan. Heerlijk toch? Dit wordt dus een makkelijk raceje. Want ik heb deze Skyline in tussentijd ook gewoon steeds sneller gemaakt. En kijk hoe hard we al gaan, man. Dit is insane. We zijn niet bij te houden. Heerlijk, heerlijk. Gaan we de 300 halen in deze race? Dat zou mooi zijn. Snelheid van 300. Ik denk het niet. Te veel bochten. Ik denk niet dat dat gaat lukken. Maar de rest houdt ons niet bij. En we gebruiken nog niet eens de NOS, de Nitro. Chill. Zo. Hup. Dit is echt niet normaal. We gaan ook gewoon goed door de bochten. Prima. Dit wordt een easy win. Oké, volgens mij komen ze nou weer een beetje in de buurt. Maar we hebben ook geen overdreven grote voorsprong. Maar we hebben wel een goede voorsprong. En dat is waar het om gaat. En ik ga echt niet iedere keer van de ene kant naar de andere. Ik ga lekker gewoon aan de rechterkant blijven rijden hoor. Fuck it. Hup. Maar die andere rij aan de linkerkant en die gaan we wel inhalen zo. Uh-oh. Nee. Gaat niet gebeuren jongens. Dacht het even niet. Hoppakee. Zaten ze heel dichtbij. Maar net niet dichtbij genoeg. Oh, dit was pas de eerste ronde? Nu pas? Oké. Een beetje een grote baan of route die we moeten rijden. Oh, wat ga ik hier wijd door die gozer ook die me aantikte. Maar we staan nog eerst, hè. Laat ik maar gewoon deze lijn volgen, ook al gaat het spookrijdend. Het is volgens mij wel de snelste lijn. Hup. Ah, we gaan dit wel winnen. Ik heb er een goed gevoel bij. Hé, een echte racer. Hopelijk gaat hij ons niet lastig vallen hier. Ik heb geen zin in. Nee, die is niet snel genoeg om ons lastig te vallen. Anders had hij al bij ons moeten zijn. Hup. Ik heb even wat Nitro gebruikt. Ze blijven opeens nou wel heel dicht bij ons kleven, hoor. Moet ik eerlijk toegeven. Fijn dat die Lambo plaats voor ons maakt. Oké, ze zitten echt heel dicht op ons. Hoe dan? De eerste ronde ging zo chill. Zo soepel. Oh. Die bocht namelijk niet goed. We staan tweede. Holy hell. Nee. Kom gauw terug, jij. Kom je alweer inhalen? Ik ga hier maar eventjes zo. Ik ga ze daar dan switchen. Nou gaan we de lijn volgen. Ik moet hier wel spookrijdend er daarheen gaan. Dus dat idee heb ik gekregen. Want anders gaan ze me weer inhalen. En we zitten nou dicht op de finish. Te dicht op de finish om ingehaald te worden. Hoppakee. Nog een paar checkpoints en we gaan naar de laatste toe. Ah, dat winnen we wel. Heerlijk. Of ik moet crashen nu, out of nowhere. Nope. Bam! Goeie overwinning. Zo. Hoppakee. Dan gaat Spike ons nog wel bellen, gok ik. Now that's what I'm talking about. Way to school those chumps, man. Right, meet me at Longhorn. You know this thing's gonna blow up, right? I'd like to see what Magnus thinks now, man. Later. Oké. Laten we maar even gaan ontmoeten dan. Meet Spike at Longhorn. Where's Travis at? I don't know. Look, Magnus posted a new challenge. I must have been tripping thinking I could take on that guy. Relax, man. You did good out there.
Both of you. Good isn't good enough. You don't make history by being good. This guy was great, man. I wanted to be great. You think Magnus isn't rattled? He sees two young guns chasing him down in his own backyard. Not one. Huh? This guy, man. Do I have to spell it out for you? You're on his radar, Spikey. Next time, I'll get you, man. Yeah. Oh. Fighting time. Leuk, gezellig sfeertje, maar Spike gaat ons echt nooit verslaan. Never. Goed, we zijn weer over de 10 minuten heen. Dat betekent dat ik een eind aan breien voor deze video. Vond je dit wel weer leuk? Laat er vooral een like achter. En deel deze video, dat kan mij enorm helpen. Ik bedank jullie voor het kijken. Tot de volgende keer. Later.